droom. Dat is eigenlijk een volkswens uit Bretagne. En ik heb die van een cassette eigenlijk, maar ik wist de titel niet. Met cassettes zetten dat ik dus de titels niet meer kunt lezen. Dus ik heb je zelf een naam gegeven. Die noemt nu Cleopatra's Walk Across America. Naar aanleiding van een krantenartikel waarin dat wordt beweerd dat dus Cleopatra na Caesar een relatie heeft gehad met een Betoense, een Gallische leider eigenlijk. En dus, dus Caesar was eigenlijk woest geworden. Die is dan begonnen met de Gallische oorlogen. En dan Cleopatra is dan gevlucht over de Atlantische Oceaan. Ik zal even die route aanduiden. We staan hier zo naar de oostkust. En daar is dus onderweg dat die Gallische leider overboord geslagen. En daar is dus beginnen te wandelen naar het westen, op zoek naar Egypte. Maar ze is dus gestorven in, hoogstwaarschijnlijk in de Nevada woestijn. Ze hebben daar een diadeem onlangs teruggevonden. En ook haar neus daar terug in het zout.